En welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves Remus. Ja, je ziet het, is hier een puinhoop. Ik ben nu overal aan het opruimen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Ondertussen ben ik ook aan het opruimen. Ik was ook op mijn website bezig om nog een keer 60 nieuwe vragen en antwoorden toe te voegen op mijn website. Dat wil ik toch wel elke dinsdag of zo gaan doen. Dus dat er vragen online gaan komen. Ja, niet altijd 60 vragen, want dat is echt heel veel werk aan die 60 vragen voor dat ook online te krijgen. Ik moet hier ook nog opruimen. Je ziet het. Dit gaat ook nog helemaal opgeruimd worden. Dat wordt nog helemaal opgeruimd. Dus ik heb nog redelijk veel werk. En dan, als dat klaar is, dan is dat aan de beurt. Dus die rode dozen. Die ga ik allemaal terug eens leegkappen en te goede sorteren. En die dozen ga ik dan ook nog eens sorteren. Dan ga ik jullie nog meenemen naar mijn slaapkamer. Dus er is redelijk wat te doen. Een hele grote kuis doen. En dan hier ook nog. Dit wil ik ook nog zien te sorteren. En dan hier van bovenop nog. Dit wil ik vandaag nog allemaal af hebben. Dus werken, Dimitri. Dus zowel de 60 vragen moeten online komen. Als als hier wat opgeruimd hè, bij deze. Dus ik ga nu verder doen met deze kast, was ik hier nu al aan het opruimen. Maar daar kwam ik op een idee van, als ik nu toch alles eruit haal, waarom was ik dan ook niet de kasten in één keer uit? Dus dat ga ik dan ook weer al doen. Voilà. Mijn emmerke. En dan gaat hier zelfs dan water in komen. Voilà. Donderdag 3 september heb ik kiné. Dus goed onthouden, om 17 uur. En ik ga nu verder even eten, wat tv kijken ga ik niet doen. Q-music zet hierop, van muziek luisteren. Dan ga ik, nadat ik heb opgeruimd, ga ik verder doen aan de website. Hopelijk krijg ik dat ook nog af. Spraakkanaal zal vandaag niet aan sprake komen, omwille van dat ik zoveel te doen heb. Ze vragen van, ja, kun je naar het spraakkanaal komen, dit dat dat, elke dag opnieuw. Maar er moet ook wel wat orde gehouden worden, ook in het huishouden. Dit neemt ook weer al tijd, dus mensen, ik doe redelijk veel voor Cycle TV. 1. Ik stuur redelijk wat mails uit naar bedrijven toe. 2. Ik hou mijn Twitter-account in orde. 3. Mijn Instagram. 4. Mijn website. 5. YouTube. 6. Ik moet elke dag renderen. En 7. Ik moet veel rusten. Dus bij deze, ik ga jullie nu laten. Ik ga nu even verder. Het foute uur is nu van 9 tot 10. Dat meen je niet. Nee. Dan moet ik het dag eens keer opnemen. Van maandag tot en met vrijdag zag ik dat het, de foute uur is. Jammer dat het zo. Oké. Ja, ik zie hier ook de nieuwe programmering. Moraine van de Bergen van maandag tot en met donderdag van 12 uur tot 1 uur. En vrijdag van 12 uur tot 2 uur. Allee, de volgende. Dan hebben we nog John Dond van maandag tot en met donderdag van 1 uur tot 4 uur. Dat is een Sibidal. Allee, de volgende slide van Q-Music. Ik ben normaal Q-Music reclame aan het maken. Dan hebben we nog Marie Monbali of Monbalu. Van maandag tot en met donderdag van 7 uur tot 22 uur. En dan sluit ik gewoon nog af met Vrienden van de Vrijdag. Dus dat komt alleen maar vrijdags op. Dat is van Sam de Bruyne. Of Sam de Bruin. En ik heb de uren niet gezien. Doei!
Oké. Allee, ik ga nu verder opruimen. Jee. Zo, mensen. Het is bijna 16:30. Mijn kasten zijn eindelijk klaar. Ik kijk jullie eens laten zien. Wauw, mooi opgeruimd. Dan gaan we door naar de volgende. Iemand vroeg hoeveel cola glazen dat ik had. Ik ga ze schouw stellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Coca-Cola glazen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 spa glazen. Voilà. Dus deze kast is ook wel helemaal opgeruimd. Mooi, mooi, mooi. Dan gaan we naar de kruidenkast. Die is ook deftig opgeruimd. Sorry dat ik in een tweede fragment begin. Omhoog van, ik had per ongeluk op een knopje gedrukt voor je te laten zien. Alsjeblieft. Dan gaan we door naar de kast. Ja. Dessertglazen. Kommetjes, borden. Maatbeker, bekertjes, noem maar op. Dan gaan we hier nog naar een kast toe. Hier hebben we dan weer al borden. Ondertassen staan er heel van achter, aan die kant. Hier staat nog een hele grote kom. Dan gaan we door naar de onderste kasten. Die zijn ook helemaal opgeruimd, zit dat dus aan. Hier de handdoeken. Hier rondom materiaal. En hier ook gewoon wat papiermateriaal. Dan gaan we door naar de volgende kast. Die is redelijk wat leeg. Hier liggen alleen maar de placematjes. Wat bekertjes met wat rommel in. Mijn afdruipbakje. En een lege schap. Ja, de pannen en al die zijn hetzelfde gebleven. Dit is ook hetzelfde gebleven, dus dat maakt nu niet uit. Dan gaan we naar de voedingskast. Die heb ik ook eens helemaal eens uitgeplunderd. Hier vind je rijst, pudding, currysaus, vloeiende bloem. Hier op de tweede schap dus nog wat dingetjes, zoals macaroni, wat ik dus heel graag eet. En aan de kasten achter mij, ja, die is, dus de pombak, daar zit alleen maar materiaal van de pombak in. Ook heel mooi opgeruimd. Ook de buitenkant helemaal mooi afgewassen, binnenkant heel mooi afgewassen. Hetzelfde als hier, zowel de buitenkant als de binnenkant helemaal afgewassen. Alles opgeruimd. Ik heb de kookfornuis uit elkaar gehaald en ook schoongemaakt. Wat ik eigenlijk ook nog vandaag wou afkrijgen, dat is dus niet gelukt. Dat was dus eigenlijk mijn toog, die ik ook eens helemaal wou leeghalen. Maar wat wel gelukt is, dat ga ik jullie ook laten zien. Dat is het hoekje hier, voilà, ziet. Die is ook al helemaal opgeruimd. Hier staat nu alleen nog maar een waterkoker en een afwasmiddel. Bij deze. Ik ga jullie nu laten. Ik ga nu richting mijn ouders thuis toe gaan. Daar mijn eten ophalen. Ja, ja. En dan ga ik zelf zo richting Bea. Ik zeg jullie, dit heeft echt heel veel van mijn energie gekost. Hè? Heel, heel, heel veel van mijn energie. Ik ga de computer afsluiten. Die achter mij. Kijk, hè. Escape. Staat uit een copyright claim. Voilà. Hup. Ziet, ik zit gewoon achter mijn PC die computer te besturen. Cool, hè. Kijk, hup. Die staat uit nu. Voilà. En dan no signaal, normaal gezien. Allee. Kom je of kom je niet? Ja, dus daar. Kijk, hè. No signaal. 3, 2, 1, nu. Voilà. Daar is de witte balkje. Dus, ik ben wel al blij dat de kasten zijn gedaan. Ik moet dus nu nog dweilen. Dus ja, ik ga je ook wel eens de vloer eens laten zien. Ja, eigenlijk wou ik dus eigenlijk ook nog dus de toog hebben gedaan.
Dan ook nog eigenlijk die rode mandjes, maar dat is allemaal voor morgen. Morgen is al woensdag. Oh, het gaat redelijk snel. Die doos wil ik ook nog onder andere nemen. En dan ook nog eens de kisten wat ik u ook te straks in een vorige fragment heb laten zien. Dan, dit. Mijn kookfornuis ook helemaal afgewassen. Hier de koffiezet zet wel nu helemaal achteraan. Maar die kunnen we nog wel naar voren halen. Ik heb toch wel één vuilniszak vol gekregen met overdatum producten. Dus ik kijk er ook goed naar. Ik heb die er tussenuit gehaald. En die ga ik dan ook wel eruit laten. En dan hoop ik dat donderdag... Dus ja, ik ga jullie horen het. Ik ga heel weinig kunnen vloggen. Maar wat ik kan vloggen, vlog ik ook. Ik ga dus donderdag, ga ik... mijn kamer schoonmaken. Ja, die pak ik dan volledig onder handen. Ook al bestek meenemen. Voor in een auto. Dus, donderdag ga ik proberen dan mijn kamer nog te doen. Vrijdag kan dan op het thuis en Bea af. Ja, ook weer altijd blijven slapen. Bij deze weten jullie dat. Ik ga ook mijn hoofdcomputer afsluiten. Bij deze, voilà. En dan ga ik nu door naar mijn ouders toe. Want het is hoog tijd. Ik ga wel deze ramen wel toedoen. Want het kan zelfs nog gaan regenen. En dan regent het hier binnen. En dat is ook niet de bedoeling. Dus de bedoeling is dat ik hier nog... deftig, maar ook nog deftig. Verder ga opruimen, opkuisen, noem maar op. Veel kijkplezier nog voor zelfs de volgende fragmenten. Ik ga nu door naar mijn auto. Tot conclusie dat ik niet 20 glazen heb, maar 22 Coca-Cola glazen heb. En ja, jullie zien het, ik ben nog niet weg bij mijn appartement. Ik ben nog iets vergeten. Ai. Ik was vergeten Bea haar bakje mee te nemen. Dan gaan we dat nu ook ondertussen heel gauw doen. Gauw halen gaan. Van ben ik maar iets later bij mijn ouders. Ik weet dat mijn eten daar zat te wachten. Voilà. Hier is een kommetje terug. Gat. Terug afsluiten. En dan... op naar mijn ouders. Oh, god, hier zat wel iemand aan de deur, maar blijkbaar niet. Oké. Bij deze, ik zie jullie allemaal s'avonds terug. Even hier bij haar bakje op haar plaats leggen. Voilà. Oh ja, en dan als heel mijn appartement gedaan is. Ja mensen, als heel mijn appartement gedaan is. Dan gaan we eens beginnen ook mijn auto eens onder andere te nemen. Ik weet niet waar ik al die fit heb gehaald. Ik weet dat dus niet. Maar ja, ik ben nu door. Ik ga dus nu naar Slam luisteren. Jullie horen het. Een stuk tv. Salukes, tot straks allemaal. Ik ben in stad Hasselt beland voor Pokémon. Ik ga even hier op Pokémon jacht. Eigenlijk op Team Rocket jacht, want ik moet 3 keer in een Team Rocket zien te feeden. En dat vind ik dus ook weer al niet kunnen wat hier gebeurt. Dus oh my god, echt waar. Een zak gewoon openscheuren op straat. Hoe durven ze? Niet goed bezig. Dus ik ga nu nog even verder op Team Rocket jacht. En dan ik ga je weer al op het laatste van de vlog de dia-show geven van alle Pokémon's wat ik al ondertussen tijd al heb gevangen. Ik zal zeggen, veel kijkplezier. Tot ziens allemaal. Zo, kijkers, welkom weer op het laatste stuk van mijn vlog. Het is nu 9:09, dus ik praat heel zacht. Dus ik heb een hele goede Pokémon-vangst achter de rug.
Jullie gaan een hele mooie dia-show weer al zien tevoorschijn komen, maar dan altijd op het laatste van mijn vlog. Omwille van, ja, sommige mensen zien dat niet graag als dat er tussenin komt. Dus dan doe ik het er maar achterin. Dus helemaal van achter. Dus na dit fragment komen de dia-shows van mijn Pokémons, wat ik allemaal heb gevangen. Zijn er een redelijk wat. Dus, en ik heb ook wel redelijk wat gyms veroverd. Als iemand zegt, ja, ik wil jouw Pokémon vriend wel zijn. Ik ben level 36. Dus dat is ook al redelijk hoog. Ik zit al heel dicht bij level 40. Yes, yes, yes. Nog een paar maandjes te gaan en dan zit ik wel level 40. Ik hoop toch tegen eind dit jaar. Het zal wel lukken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dat is deze kant. Abonneren. Liken. Belletje. En nu ga ik slapen. Slaap wel, maand Sam. Tot morgen. Joe.